Heb je ook saus? Saus daarvoor, voor de vlees. Nee, dat is niet. Mag ik dit pakken? Ja, dat zal waarschijnlijk wel in de genen zitten. Mijn opa die zat in de landbouw en mijn vader die zat in de landbouw. En mijn broer zit ook alweer in de landbouw. En mijn zoon die gaat naar de middelbare landbouwschool. Dus, nou, en die voelt ook wat voor het bedrijf. Dus die gaat hopelijk daarmee verder. Je moet gewoon wel je mannetje staan. Je moet er wel bij zijn. Binnen de landbouw werk je met seizoenen. En er komt maar één keer een voorjaar. En dan moet je ook zien dat je erbij bent. Het ideale weer zou zijn dat we natuurlijk elke week een buitje krijgen. Maar het is ook wel zo dat als het bij iedereen ideaal is, dan hebben we weer een ander probleem. Dan komt er weer van alles veel te veel. En wij zijn een product, een vrij product, die natuurlijk met de markt mee schommelt. En als overal te veel van is, dan is de prijs minder. En als er een klein beetje tekort is, dan kan die prijs net een klein beetje meer zijn. En nou, dan hebben wij, dan is dat gewoon allemaal even gunstiger. Dan krijgen wij ook een redelijk belegde boterham. Dus u wilt voor uzelf ideaal weer, maar niet voor die ander? Ja, nee. Zo zit ik niet in elkaar. Nee, absoluut niet. Ik gun een ander ook een goede boterham. Maar allemaal een klein beetje minder door droogte enzovoort. Dat is helemaal niet erg. Wanneer is een boer tevreden eigenlijk? Ja, wanneer is een boer tevreden? Ja. Ja, dat is heel moeilijk, dat is heel moeilijk te zeggen. Wij hebben echt hier in Noord-Groningen specifiek pootgoed. En pootgoed, daar proberen wij de aardappels te vermeerderen en gezond te houden voor export en voor de binnenlandse markt. Ik lig er niet wakker van, maar ik vind het wel spannend. Het is wel spannend, wat komt er over ons heen en wat tref ik morgen vroeg aan als ik wakker word in de regenmeter. Van hoeveel zit erin? Ja. Ze willen vannacht wel wat water hebben, maar nou, ik hoop dat het ons niet bereikt.
is eigenlijk enorm veel water gevallen. Afgelopen week hebben wij meer dan 100 mm regen gehad. Dat is meer dan genoeg voor het gewas. Het heeft nog net niks te lijden, hè? Maar het zit op het randje. We moeten niet meer veel bij hebben. Dan wordt de grond die wordt oververzadigd. En als je het oververzadigd hebt, dan blijft het plasje water tussen staan. En dan sluit je de grond af tegen zuurstof. En dan kan het gewas niet meer ademen. En dan gaan de worteltjes verrotten. En dan op een gegeven moment is het water wel weer weg. Maar dan zijn de wortels wat aangetast. En dan blijven ze toch in de groei. Dus, en we gaan toch voor proberen voor een maximale opbrengst. Maar dat zit er dan niet in. Kijk, deze is ziek. Het zit nog vrij nat onderin. Alle knolletjes mee en klaar. Datgene wat we nou doen, er doorheen rijden, dat moet je toch continu bijhouden. Dan moet je bovenop zitten. En als je dat niet doet, dan heb je toch kans dat het niet goed gaat. En elke 14 dagen dan komt de keurmeester langs en die keurt jouw gewas. En als jij er in die 14 dagen niet geweest bent en het gewas gaat te sterk achteruit, ja, dan kan het niet meer aan de eisen voldoen. Dan wordt het gewoon een klasse lager gezet. En we lopen nu ook even te controleren of er virusziek in zit en bacterie. Dan kijk je bovenop de plant of er planten zijn met vlekjes. Dat is virusziek. En als er slappe koppen in zitten en dan kijk je eronder waarom is die slap, dan kan er een rotte stengel onder zitten. En die rotte stengel, ja, dat is bacterie en dat mag er niet in zitten. Hebben jullie iets gezien? We hebben nog niks gezien. Nee. Nee, tot dusver ziet dit gewoon heel goed in verband uit. En staan ze er mooi regelmatig. Dus dat lijkt tot dusver lijkt het gewoon goed. Zo moet het ook. Het knijpt een beetje. Hè? Ja, dat is nat, hoor. Dat is puur natte. Ja. Wij hebben hier zondagmorgen nog 15 mm gehad. Zondag? Zondagmorgen, 9:45. Okay. Het hoosde eruit. Okay. Ja, en kijk. Hier heb ik een bonte. Deze is virusziek. Blad is wat geknepen. Het is een beetje vlekkerig. Want deze velden, alle poters, die worden ook één keer in de zoveel weken worden die gecontroleerd door de NAC. Dat is de keuringsinstantie, de Nederlandse Algemene Keuringsdienst. Ja. En die keur de aardappelen en die lopen dus ook om te kijken, nou, dit soort planten, zeg maar, nou, daar mag natuurlijk wel één in staan, maar als het te veel is, dan gaan ze in klassen naar beneden. En daar houdt in dat je er eigenlijk ook niet mee verder kunt, zeg maar. Noemen we in de volksmond bont. En het is gewoon een virus. Het is door de luis overgebracht. En we moeten op twee dingen moeten letten. Op virusplanten en op bacterieplanten. Ik ben wel tevreden. Ja, het staat er gewoon gezond op. Nou ja, één plantje. Eén plantje. De hele oogst wat we hebben gevonden. Kleur is goed. Loof, behoudende rijtjes, is dat verder is goed. Ja. Dus gezond. Ja. Afwachten. Afwachten wat wordt.
deze tijd dat alles groeit en bloeit. En dan schijnt de zon een beetje en dan loop je naar achter toe, dan kijk je over de dijk. Ja, want hier hebben we nog dijken. En dan zie je dat alles mooi groen en fris en fruit dat erbij staat. En dat is genieten. Dat is gewoon heel erg genieten. Zolang als het product buiten is, kan er van alles gebeuren. Vanaf april, alle weken hou je de zaak in de gaten. En dan groeit het gewas door en dan komen er knollen onder. En dan ga je kijken, wanneer zijn die knollen aan de maat? En als jij natuurlijk een eentje oprooit en er zitten te veel tegen de 55 aan, dan wordt het tijd dat je dood gaat spuiten. Maar als je de grove door laat groeien, ja, dan is geen pootgoed meer. Wat is dat doodmaken van die aardappels? Nou, het is allemaal pootgoed. En die moet groeien tot bepaalde grofte. En als je die grofte hebt, dan moet je zorgen dat die groei stopt. En doordat je die groei wil stoppen, moet je ze natuurlijk doodmaken om ze niet verder te laten groeien. Kijk, deze aardappels die worden alweer wat te grof. Maar dit zijn de maten die je moet hebben om ze als pootgoed te kunnen verkopen. Ongeveer 28, 35 en dat zijn de kleintjes. En dit zijn de grovere en dat is meestal de maat 35, 55. En die gaan als één partij weg. 35, 55 en 28, 35, die gaan ook als één partij weg. En die worden ook apart gepoot. Waarom die maten? Nou, omdat je, kijk, als je nou aan het poten bent en je poot deze en je poot er zo in achteraan. Dan krijg jij een verschil in de opkomst. Deze die komt anders op omdat het een kleintje is. En deze heeft wat meer kracht. Dat is een grotere. Ik ben tevreden. Ondanks die natte periodes hebben wij toch redelijke kwaliteit kunnen oosten. En de opbrengst valt niet tegen. Er zijn natuurlijk in de landen natuurlijk naar andere problemen waar ze veel meer water hebben gehad. En dan heb je veel meer kwaliteitsproblemen en opkomstproblemen. En nou, dat hebben wij allemaal niet gehad. Dus, nee, er is een goede oost gegroeid. Nou, ik zie de toekomst best wel zonnig tegemoet. Een zoon van mij die heeft er ook zin in. En ik zei al, hij gaat naar de middelbare landbouwschool, dus daar krijg je ook wat steun in de rug die je dan wat meehelpt. En als hij geen boer wil worden, dat vind ik het ook prima. Hè? Maar als je dan toch je bedrijf wat uitbreidt en hij kan ermee verder, nou, dat is het mooiste wat er is.